Okay. Goedemiddag, we hebben vandaag Sint Jama, onze taxichauffeur waar iedereen op terecht kan en waar iedereen op een gegeven moment heel goed door behandeld wordt, hebben we vandaag onder behandeling. En hij komt hier eigenlijk omdat hij gewoon last heeft van zijn nek. Alleen we gaan gewoon eigenlijk hem even in totaliteit bekijken. Gewoon dus hij krijgt een behandeling van top tot teen. Nou, dan gaan we starten. Nou Sint, mag ik gaan liggen op de buik? Gaan we eens even kijken hoe het verschil er in zijn benen zit. Nou, dan zie je eigenlijk dat het rechterbeen is korter dan het linkerbeen. Nou, oké, dan gaan we hem even een duwtje geven. Even een duwtje hier en daar en daar een. Bovenin de nek gaan we hem geven en die klikt gelijk mee. Dus de atlas zit ook weer op zijn plek. Dan gaan we kijken en dan zie je eigenlijk dat zijn benen gewoon minder verschil hebben. Dus dat betekent dat het rechter bekkenhelft dus achterover staat, linker voorover, heilbeen en staat er eigenlijk tussen gedraaid. Oké, mag je op je cijferkoppen liggen? Ietsje naar mij toe. Oké, deze even hier, die even daar. En arm in, arm uit. Goed, en dan waren er al 2-3 stuks. Andere kant. Gaan we kijken. Hier, oké. Oh, wat doe je dan? Is er zo? Weet je al wat er gaat komen? Oké, nog eentje. Oké. Gaan we op de rug liggen. Even één been hier. Even meewekken. Deze voel je in je bil lekker wekken. Heel dagen op de kont zitten in de auto en dan krijg je die spieren gewoon juist op. Oké. En deze hier. Oké. En deze hier. Deze voelt het lekkerst. Vandaag weer druk gehad? Gisteren heel druk. Oké. Dan is het mooi, even mooi naar de kapper geweest. Gisteren, ja. Ja. Bij mij is het ook mooi geworden met mezelf, toch? Ja, zeker. Ja. Die was heel goed. Ja. Hij is altijd, altijd gezellig. Ja, zeker. Een beetje Turkse muziek erbij. Zou je het wel eens zeer moeten maken? Ja. Bij jou hebben ze het netjes weer kaal geschoren. Ja. Wie heeft jou last weer geknipt? Of geschoren? Mehmet. Oh, ja, Mehmet. Ja, mama de Salah. Ja. Salah, maar. Ja. En nu Mehmet. Ik heb Murak weer even gehad. Ja. Dat is wel grappig. Ja, dit is wel heel goed. Ze waren net op vakantie geweest. Even een weekend weg, teambuilding. Klopt, een braag, ja. Dat is wel leuk. Ja, dat moet af en toe gebeuren. Ja. Veel mensen zeiden al van, ze waren dat ze wat is het eerste aan weg. Dus ja, ja. Maar zo soms dan moet dat ook. Ja. Vooral moet je de dag zo zitten. Ja. Oké, mag je even op je zij komen liggen? Even op die zij. Ja, oké. Deze hier naartoe. Oké. Deze hier. Oké. Andere kant. Nu ben je aan het oppas spelen? Nee, toevallig gaan we mee. Ik had dat ritje, daarom is het te laat. Ja. Dus ik moest even snel naar de kruil toe. Ja. Hij is ook leuk. Ja. Ze bellen altijd het laatste moment. Ja. Ach, dat is. Ja, mag je weer op je rug?
Om 1 uur precies, en 20 over 1 moest ik naar huis. Ja. Met al die trekkers. Ja, die kun je moeilijk inhalen. Ja. Maar je moet wel gaan liggen. De linkerkant zit wat spanning hier, hè? Ja. Deze. Ja, ja, ja. Te veel gezeten de laatste dagen. Ja, vaak zit je over één kant, hè? Ja, nee. Waardoor deze spieren eigenlijk gewoon veel meer werk moeten verrichten. Ja, ja, dus die hoofd van mijn lens. Daarom op die manier. Mag ik ook zitten? Nee, even deze eerst. Okay. Nu een kruisje. Wacht. Een brede jongen. Nog een keer. Okay, handen op je hoofd. Oké, deze hier. Handen op die van mij. Oké, nog eentje. Goed zo, nog een hier. Oké. Mag je even komen staan? Even kijken van hoe het nu gewoon aanvoelt. Of het nu een stukje verbeterd is. Mag jij even vooral opbuigen? Oké. Voelt het beter aan? Ja. Oké. Nou, dan zijn we klaar voor vandaag.